Welkom bij deze eerste uitzending van de Stadspelen Magazine. Vandaag vertel ik wat jullie kunnen verwachten van de Stadspelen en wat er in deze uitzending aan bod komt. In de Stadspelen Magazine word je op de hoogte gehouden van alles wat er gebeurt bij de Stadspelen, zowel voor als achter de schermen. In deze eerste aflevering zien we hoe wij jullie kennis laten maken met de mensen die de Stadspelen mogelijk hebben gemaakt. Ontmoeten wij de artiesten die mee hebben gewerkt aan het Stadspelenlied en moedigt Job Cohen alle deelnemers aan van de Stadspelen. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Nou, heel onverwacht een videoreporter bij de lunch. Gezellig. Kom je nog mee eten? Ja, ik kom mee eten. Ik ga eerst wel anderhalf uur filmen hoe jullie aan het eten zijn. Dus, anderhalf uur? Dat is perfect. Nou, wat wil je van me weten? Je naam, David, heb ik gehoord. David Vecht, 31 jaar. Okay. Sinds december ook samen met Rogier begonnen. Aan het voetbalproject. Oké. Okay. Daar zijn we lekker mee aan de slag. En waar woon je? Ik woon in Utrecht nog. In Utrecht nog? En ik hoop nu en eigenlijk elk moment te verhuizen naar Zuid-Amstel. Jij bent de fotograaf? Ik ben de fotograaf. Vooralsnog. Vooralsnog. Hoe gaat het? Het gaat heel erg lekker. Ja, serieus. Druk? 7 dagen is veel. Ja? Ja. Mag ik een kaart van jou, Jan? Ik ben altijd aan het opmaken eigenlijk, ja. Voor een fotosessie zometeen voor de Stadspelen. Ja! Wat zijn de Stadspelen precies? De Stadspelen is een competitie voor alle stadsdelen van Amsterdam. Op 5 categorieën kun je je inschrijven om te strijden tegen andere stadsdelen. De categorieën waarvoor je kunt opgeven zijn zang, dans, koken, voetbal en quiz. We praten met zilveren harpwinnaars die opposites, die net voordat wij ze interviewden te horen kregen dat Willeke Alberti het eigenlijk niet ziet zitten om met de jongens een duet op te nemen. Ja, Willeke Alberti die hoorde 2 dagen van tevoren hoorde ze onze teksten. En toen dacht ze nee. Big Two van de opposites heeft voor de Stadspelen het lied Halleluja Amsterdam omgetoverd tot een uniek nummer. Waar rappers Brace, QF, Nina, Rotjoch en Sjaak de teksten voor hebben geschreven. De cameraploeg van de Stadspelen Magazine was aanwezig bij het opnemen van dit nummer en hebben een aantal vragen kunnen stellen aan de artiesten. Voor het Stadspelenlied is zelfs een videoclip opgenomen waar grote namen als Job Cohen en Edgar Davids aan mee wilden werken. De burgemeester had zelfs nog even tijd om alle deelnemers van de Stadspelen aan te moedigen. In welk stadsdeel woon je? Amsterdam Zuidoost. Amsterdam. Damsko ZO. Ja man. En wat maakt Damsko ZO zo mooi voor jou? Amsterdam Zuidoost is eigenlijk een stadsdeel op zich, hè? Vind ik wel. Maar ik represent met de rest van Amsterdam. Want Amsterdam Zuidoost heb je alles, man. Okay. Alles wat je nodig hebt. En bij de stadsdelen, wie gaat er winnen, denk je? Zuidoost natuurlijk. Dat was een inkoppertje. Zuidoost, ja man. Okay. Zeker. Bedenk koken. Je weet toch, Surinamers in de Bijlmer. Dansen, hey. Dansen als de kan je een kleine preview geven? Kijk, helemaal mooi. Dat zijn die beeldende moves, weet je. En hoeveel stadsdelen heeft Amsterdam? Ja, goeie vraag. Weet je dat? Aantal mensen 12. Je biedt 12? Ik ben Big Two van de opposites. Wat ben je aan het doen deze week? Vooral vandaag en gisteren? Vandaag en gisteren? Ja. Een nummer aan het opnemen voor Stadspelen. Vet. En wilt het lukken? Halleluja Amsterdam. Halleluja Amsterdam. Ik ben van Amsterdam Shaffing. Dus je... We nemen nu Sjaak op. Dit is het laatste. Oké. Okay. Weet dat dit je intro filmpje is. Ja. We zijn net klaar. En dit is wat je allemaal ziet. Waar woon je? In Amsterdam? Welk stadsdeel? West. West. Basis. Oké. Okay. Bevalt het? Leuk. Oké. Wat maakt West zo leuk? Nou ja, niet per se West. Amsterdam is gewoon leuk. West is gewoon een plek om te wonen. Oké. Okay. Niks speciaals verder. Weet jij hoeveel stadsdelen Amsterdam heeft? 13. 13. Toch? Of wat zijn het er? 16? 14. 14. Je weet het principe, 5 categorieën. Wat wordt volgens jou, als je een top 3 moet maken, wat worden de leukste? Badminton. Oké, naast badminton? Badminton, daarna pingpong.
En daarna volleybal. Oké. Okay. En jij denkt dat touwtje springen af gaat vallen? Ja, een beetje wack. Okay. Zeg voor mietjes dat. Heb je nog iets te zeggen tegen de mensen uit West? Westside. Westside, kijk. Heel mooi. Voor de kijkers thuis, zou je jezelf willen voorstellen? En, Mr. Sharks van het dubbel Amsterdam Oost, die waterbeers, vooraf, blij om te pakken. Bij de stadspelen, wat ga je ervan verwachten? Welk stadsdeel denk je dat er gaat winnen? Ik zou het echt niet weten. Op categorie voetbal? Voetbal, ja. De meeste voetballers komen van alles. Oké, okay. De beste ook? De beste ook. Ja. Heb je zelf wat moves in huis? Of, nee, ik ben keeper, man. Ik vloer iedereen die gewoon bij de bal. En met het dansen, dan vloer je ook iedereen? Of, dat is natuurlijk wel een beetje... Dan ben je soepeler, dan gaat het lekker. Ja, top. Weet je hoeveel stadsdelen Amsterdam heeft? Hey, rustig nu na, later. Ja, maar later. Ik denk, voor mij 6 of zo. Oké. Zou ik een kleine hint geven nog? 4. Nee, ik zou... Ik vind Amsterdam is gewoon groot. Amsterdam is groot. Telt Amstelveen mee of... Wat zeg je? Amstelveen, telt die mee? Amstelveen of mee? Nee, dat telt niet mee. Amstelveen telt niet mee. Ja, er zijn 14 stadsdelen. 14? Ja. Oh nee, ik dacht gewoon Oost, West of Zuid. Oké. En dan een centrum. Ja, een centrum. Oké. Oké, top. Bij de stadspelen gaan we je, kunnen we je zien, denk je? Ah, ik ben er ook, denk ik. Je bent erbij. En ga ook nog naar Siberië of de muts is gewoon puur voor het ruige en het gure Amsterdam? Het is koud buiten. Ik heb flaporen. Dan word je weggeblazen. Ja. Nou goed, top. Dankjewel voor je, ga voor je stukje. Je weet het. Komt helemaal goed. Mijn naam is Job Cohen. En ik woon Herengracht 502, dus in het centrum. Oké, okay. En hoe lang woont u al in Amsterdam? Ik woon in Amsterdam al dik 7 jaar. Dik 7 jaar. En wat vindt u het leukste stadsdeel van Amsterdam? Of heeft u zoiets van, eigenlijk is Amsterdam één groot stadsdeel en er mag eigenlijk een onderscheid gemaakt worden? Ja, kijk eens, wat dacht je daarvan als burgemeester? Dan heb ik natuurlijk geen voorkeur voor de een of voor de ander. Amsterdam is het, voor mij is Amsterdam het helemaal. Oké, okay. En wilt u nog uw eigen stadsdeel even aanjuichen, aanmoedigen op een bepaald gebied? Op, misschien op koken of voetbal? Nou, dat ga ik dus niet doen. Wat mij betreft dat de beste mogen winnen bij al die verschillende onderdelen. Okay. En vooral iedereen heel veel plezier. Dank u wel. En we kunnen u verwachten bij de finale dag op 22 juni? Reken maar. Oké, okay. Dank u wel. Goed zo. Tot ziens. Dag. Dit was onze eerste Stadspelen Magazine. Hou onze website www.stadspelen.nl in de gaten voor meer filmpjes. En schrijf je in voor een onderdeel dat bij je past. Tot de volgende Stadspelen Magazine.